We melken hier een 600 kalfkoeien. Uitbreiden is eigenlijk niet aan de orde op het moment. De beperking aan de fosfaatrechten. Dus we gaan proberen toch de boel te optimaliseren, de productie wat verhogen. Het meeste aandacht bij het optimaliseren is toch de groep rondom het afkalven, zeg maar, en net na het afkalven. Nou, hier bij Familie van Vilsteren doen wij dit middels de OptimaBox, die automatisch ketoprotect toedient in de opzagfase. De eerste 60 dagen krijgen ze hier 200 gram ketoprotect en 20 gram levende gisten. Dit concept hebben we met name de markt ingebracht om de boeren die tussen de 9000 en de 13000 liter melk, die toch merken dat het moeilijker is om de verse dieren op de juiste manier te voeren. Niet iedere veestapel is hetzelfde en niet iedere periode is hetzelfde. Dus bij iedere boer gaan we eigenlijk gericht kijken wat we ermee kunnen. De samenwerking met schippers bevalt me op zich hartstikke goed. Als er problemen zijn of wat anders, of nieuws, dan wordt het in samen in overleg gedaan. Wij liepen tegen een probleem aan van versleten melkziekte en melkziektekoeien. Nou, zodoende zijn we daarmee gestart. En het bevalt zo goed dat we nu 5 jaar verder zijn, zeg maar. De koeien zijn gezonder geworden, minder sleepte melkziekte en gehalte zijn voornamelijk gestegen, gehalte vetgehalte. Doordat ze geen sleepte melkziekte meer krijgen, starten ze gezonder op en gaan ze automatisch een lactatie langer mee. Dus zodoende gaat ons levensduur toch omhoog. Oude koeien die produceren gemiddeld toch meer. Dus, nou, en dat resulteert ook wel in een aantal 100.000 liter koeien, zeg maar, op ons bedrijf. Dus dat vinden we wel mooi. Ik doe er eigenlijk helemaal niks aan. De koeien kennen bij ons al krachtvoerautomaten en ik heb de dosators ook in een oude krachtvoerbox gemaakt. Dus op zich, de koeien die gaan er alle dagen erin en eruit, dus dat kennen ze direct. Dat gaat hartstikke mooi. Zelfs bij de vaas. De zoek bij ons is 90% op het moment. Het is alleen die laatste 10% zijn de koeien die nog op het strohok zitten, zeg maar. Die kunnen niet bij de OptimaBox komen. Dus in principe hartstikke goed gaat dat. Oh, ze zijn hartstikke gek op ze. Ze steken de tong uit. Ze likken de beton er nog bij af, hoor. Echt.